Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Als ik aan perziken denk, denk ik aan het zonneke, aan de warmte, maar ook aan Spanje, want daar komen de meeste perziken vandaan, waaronder deze. Maar blijkbaar worden er ook perziken in België gekweekt. En ik ga vandaag uitzoeken wat het verschil is tussen die twee. Dimitri is daar. Dimitri, alles goed? Hallo. Wat is er? Wat een smalletjes. Ja. Ça va? Alles moet vol staan, hè. Ja. Zeg, ik ben op zoek naar een Belgische perzik. En ik heb verstaan dat jij er hebt. Ik heb plantjes en ik heb van moederplanten en rangen perziken aan. En van waar komt uw passie of uw goesting om dat te doen allemaal? Oh, dat zit er al van kinds af aan in. Ik denk dat ik dat van mijn grootouders gekregen heb. Ja. We wonen hier in het huis van mijn grootvader. Okay. En die was er altijd al mee bezig. Dus die zat al met allemaal nieuwe dingen. Een uit de hand gelopen hobby. Proberen. En dat is, ja, dat is een uit de hand gelopen hobby. Hier hebben we de perzikenboom. Right. En waarom is het nu eigenlijk zo moeilijk om in België perziken te kweken? Perzikbomen hebben veel warmte nodig en ze bloeien heel vroeg. Dus bij een hele late nachtvorst in het voorjaar kan het zijn dat de perziken de bloesem bevriest en dat je dat jaar geen perzik hebt. Helemaal geen? Helemaal geen, ja, dat gebeurt. Ja. Hier hebben we er eens. Hè. Dat is ook al wat aan gegeten. Dat is teken dat het goed is. Oké. Okay. Het verschil. De Spaanse... is lekker, dat is een zoete perzik. En onze Belgische Broechemse perzik. Oh, my. Wacht, hoe kan ik dat het beste vergelijken? Dit is heel zoet. Dit is zoet, zuur, aromatisch, vers fruit, rijp fruit. Hoe komt dat nu dat deze nu zoveel lekkerder is dan deze? Die is rijp geworden aan een boom. Die heeft alle aroma's kunnen ontwikkelen. En die is onrijp geplukt. Omdat die op transport moet naar hier. Hè. Die, heeft al, die is al een week, oud, een week geleden. Ja, die is misschien een week oud. Hè. Dimitri, die ongelooflijke perziken van nu. Kunnen de mensen die thuis ergens kopen? De kwekerij is vooral... opkweek van planten. Dus je kunt hier een plant kopen, je thuis in een tuin planten en zelf zoveel perziken eten als ze willen. Ja. Ik heb van alle verschillende rassen heb ik moederplanten staan, maar die oogst per plant is heel beperkt. Dus die eet ik liever zelf. Ja, oké. Okay. Maar je hebt gelijk. Ze zijn heel lekker, houd ze maar voor je eigen. Dikke, merci alleszins. Ik ga er iets heel lekkers mee maken. Graag gedaan. Terug naar de keuken.